Oké, wij gaan verder met som 2. En ik heb als eerste de doelstelling van de les in het bord gezet. Je oefent allerlei sommen met breuken. Ja, dat is eigenlijk precies het probleem. Want daardoor heb je bij som 2 en ook bij som 3 later, heb je een heleboel verschillende soorten sommetjes die allemaal op elkaar lijken, maar wel anders zijn. En voor de kinderen die rekenen en vooral breuken natuurlijk moeilijk vinden, is dat juist het probleem. Ik ga dus behoorlijk wat sommetjes van som 2 ga ik voordoen. En hopelijk helpt dat dan om het allemaal goed te begrijpen. Nou, waar gaan we? We gaan maar beginnen bij som 2, het eerste sommetje. Kun jij rekenen met breuken? Nou ja, dat helpen we dan maar, hè? En dan leren we het. Hoeveel kannetjes van 2 vijfde liter kun je vullen met 2 liter? Nou, ik ben even naar het magazijn gelopen en ook naar het kleutermagazijn. Ik heb hier lekker blauw water. Geen slokje nemen. Daar zit kreppapier in uitgeknepen. Nou, dat is maar een tip. En ik heb in dit kannetje 2/5 liter water. Waarom? Nou, misschien hopelijk is dat te zien. Dit kannetje, als je het vol doet, dan past er 1000 milliliter in. Dus 1 liter. Als ik 1000 milliliter deel door 5, is dat 200. Keer 3 is 600. Dus 2/5 is hetzelfde als 600 milliliter. Dus in dit kannetje zie je dus 2/5 liter water. Deze grote kan, dat komt precies zo uit, die, als die helemaal hol is, dan past daar 2000 milliliter, dus 2 liter in. De vraag is nu, hoeveel van deze hoeveelheid, van dit blauwe water, zou ik hierin kunnen kieperen tot die precies vol is? Nou, je ziet natuurlijk allemaal, dat is natuurlijk veel meer dan één keer. Want kijk, als ik hem niet knoeien, als ik hem er één keer in doe, nou ja, dan zie je wel, dan is hij natuurlijk nog lang niet vol. Daar kan nog een heleboel keer bij. De vraag is, hoeveel? Ik kan nu eindeloos blijven doorgieten, nou, dan zou je het kunnen zien. Maar ik denk dat je het wel een beetje kan schatten, hè? Van, nou ja, je ziet nu zo'n laag, dus nog een keer erbij, nog een keer erbij. Nou, dat zal dan wel, hè? Een keer of 4, 5 zijn of zo. Hoe je dat precies uitrekent, dat ga ik je nu dus laten zien. En hopelijk helpt dat. Hoeveel kannetjes van 2/5 liter kun je dus vullen met 2 liter? Hoe vaak past dat in elkaar? Ja, 2/5 liter. Ik zal even de stift erbij pakken. Zo. 2/5 liter. Best lastig hoe je aan zo'n som nou gewoon een goed beginnetje geeft om het makkelijk te kunnen vinden. Je begrijpt het allemaal, als je het één keer doet, heb je natuurlijk 2/5. En misschien is het handig als ik het eerst eens ga tekenen in plaats van een kannetje in de vorm van een pizza. Want net zoals je een kan hebt van 2 liter, zou je ook kunnen zeggen, maar dan kan je iets makkelijker zien, ik teken in totaal, teken ik 2 pizza's of appeltaarten, zoals je wil. En de vraag is nu, hoe vaak past 2/5 hierin, net zoals, hoe vaak past 2/5 in die grote kan. Maar ik kan dit iets makkelijker tekenen, want ik heb bij som 1 laten zien hoe je 5 tekent. Dat ga ik hier weer doen. Kijk maar. Want 5 teken je zo. Dat is natuurlijk een beetje geschat, maar dat is, al zeg ik het zelf, behoorlijk nauwkeurig. En dat is hier natuurlijk ook. Zo. Oké. De vraag is nu, hoe vaak past 2/5 er nu in? En om dat misschien iets makkelijker te maken, te laten zien, ga ik even een ander kleurtje gebruiken. Zijn schil dat. Groot. Ik ga hier nu 2/5 in tekenen. Zo. Dan heb ik dus 2 punten. Net zo als ik dus net dus 2/5 één keer hierin gedaan heb. Maar we zien allemaal, dat kan natuurlijk nog een keer. En ik ga even een ander kleurtje gebruiken. Zo, ik laat maar deze geel af te doen. 2/5 past hier natuurlijk nog een keer in. Kijk maar. Zo, past er nu dus al 2 keer past erin. Maar we zien allemaal, het kan natuurlijk nog vaker. Ik doe nog een kleurtje. Even groen nemen. En nu wordt het ook even lastig. Want ik kan hier nog 1 punt tekenen. Maar dan moet ik het volgende punt natuurlijk hier tekenen. Zo, weer 2/5, 2 van de 5. En ik denk dat sommigen van jullie nu het antwoord al een beetje gaan zien. Want ik kan het nou hier natuurlijk ook nog een keer 2/5 doen. En als laatste, nou, een kleurtje over ook, want er is nog meer. Zo. Oh. En je ziet nu,
ik heb nu deze twee taarten, ik had natuurlijk ook hiermee kunnen doen, maar het is wat lastiger, deze 2 liter, heb ik gekeken hoe vaak past 2,50 hierin. En je ziet 1, 2, die twee groene bij elkaar, 3, 4, 5. Het past er dus 5 keer in. 2,50 past 5 keer in 2 liter. Nou, ik kan me voorstellen dat het best lastig is en daarom doe ik zo meteen nog een som voor. Er is ook goed nieuws bij al deze ingewikkelde dingen. Als je nu deze antwoorden hebt in 6 liter en in 4 liter, dan hoef je niet opnieuw allemaal dit te gaan tekenen, maar dan ga je natuurlijk gewoon dit antwoord gebruiken. En je weet, bij rekenen moet je nooit domweg op volgorde werken, altijd kijken welke antwoorden passen mooi bij elkaar. En als jij ziet, als in 2 liter past het 5 keer, ja, dan begrijpen we allemaal dat in 4 liter is het dan dus het dubbele, dus 10 keer. En 6 liter, ja, dat is dan natuurlijk 2 liter en 4 liter bij elkaar, dus 10 en 5 of 5 en 10, dat is dan dus 15 keer. Dus die gaan dan natuurlijk ineens heel snel, als je die helemaal weet. Oké, okay. Nou, dat was som 2a, de eerste. En ja, ik ga toch ook gewoon som B ga ik eventjes voordoen. En dan straks bij C en D, dan komen weer wat andere dingetjes. Maar som B gaat in principe op dezelfde manier. Oké, okay. Ik wist dit allemaal eventjes. Als ik dat voor elkaar krijg. Jazeker. Zo. Oké. Okay. Nou, daar hebben we een fles olijfolie. Schijnt gezonder te zijn dan bakwater. Dus nou ja, het is maar een idee. Oké. Okay. Hoeveel flessen van 3 vierde liter kun je vullen met 3 liter, 9 liter of 6 liter olijfolie? Oké. Okay. Ik had de net in deze kan, had ik 2 vijfde. En ik moet nu 3 vierde erin doen. Nou, wel een interessant vraagje natuurlijk, hè. Moet er dan water af of moet er dan water bij? Is 3 vierde, is dat nou meer als 2 vijfde of is het nou minder? Nou, denk eens even na, hè. Als je weer denkt aan 1000 milliliter en dat delen we door 5, dan is dat 200 keer 3 is dus 600 milliliter, dus 2 vijfde. En als je 3 vierde moet hebben, heb je natuurlijk weer 1000 milliliter, de complete kan. Die deel je dan door 4. Is 250. 250 keer 3 is 750. Ja, dat is ietsje meer. Nou, ogenblikje. Ik praat gewoon door. En ik vul hem eventjes bij het fonteintje, wat je allemaal weet. Zo. Nou, voor mij heb ik aardig geschat. En die blauwe kleur, die blijf je gewoon zien. Zo, daar ben ik weer. En je ziet, hij is nu wat voller geworden. Hè, tussen de 700 en de 800. Dit is dus 3 vierde. En de vraag is nu... 3 vierde, niet hoe vaak past dat in deze 2 liter, maar er wordt hier gevraagd hoe vaak past het in 3 liter. Nou, daar gaan we nu eens naar kijken. En net als bij het vorige sommetje, zou ik, als ik het ga tekenen, heb ik de vorige keer gezegd 2 liter, ik teken 2 pizza's, dus 3 liter kan ik ook vergelijken hier met bijvoorbeeld 3 pizza's. Dus ik ga hier 3 pizza's gaan tekenen. Oh. Daar komen ze. En omdat het hier natuurlijk gaat over vierde, ga ik al deze pizza's ga ik in vieren delen. Dat is niet zo moeilijk. Ik weet eigenlijk zeker dat iedereen dat wel begrijpt. En de vraag is nu, hoe vaak past 3 vierde hier nu in? En net als bij de vorige som, ga ik dat weer netjes inkleuren met verschillende kleurtjes. Nou, ik begin met blauw. Dus hoe vaak past 3 vierde hierin? Nou, dat is natuurlijk het gemak 1 keer. Dan ga ik naar de volgende. Rood. Ik heb hier nog 1 puntje wat ik kan gebruiken. En heb ik er hier dus nog 2. Tweede keer. Ander kleurtje. Ik heb hier nog 2 punten. Zo. En dan heb ik hier nu nog 1 nodig. Zo. En dan zien we nu allemaal al aankomen dat ik er nog 3 vierde nog precies een keer kwijt kan. Zo, daar staat hij. En dan nu gaan kijken
Hoe vaak heb ik 3/4 namelijk deze truc getekend? 1 keer, rood. 2 keer, 3, 4 keer. Het past er dus 4 keer in. 3/4 past dus 4 keer in 3. Maar dat is best lastig om dat zo te vinden. Maar als je dit natuurlijk eenmaal hebt, dan zijn natuurlijk die volgende antwoorden. Gaan dan natuurlijk weer snel. Want ja, als het in 3 liter 4 keer past, dan is het natuurlijk in 6 liter natuurlijk het dubbele. Dus dat past natuurlijk 8 keer. En in 9 liter, niet het dubbele nemen natuurlijk, hè, maar 3 en 6 bij elkaar is 9. Dus 8 en 4 bij elkaar is 12. Dus dat past dan 12 keer. En dat moet je alsjeblieft niet gaan tekenen, want dan wordt het veel te ingewikkeld. Dan wordt het zo ontzettend groot, daar is geen einde van. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je natuurlijk eerst iets tekent, dat je het voor je ziet, maar dat je daarna de berekening erop los kan maken. Oké, hopelijk helpt deze uitleg over sommetje A en B. Nu ga ik naar sommetje C. En bij sommetje C gebeurt echt wat heel wat anders. De doelstelling was ook, rekenen allerlei verschillende soorten breuken. Dus die moet ik ook echt voordoen, want ik heb nu nog niks over som C gezegd. Want dat gaat heel anders. Okay. Nou. Een halve taart. Nou, dat is nooit verkeerd. Hè? Er is een halve taart over. En wat zou jij die halve taart graag in je eentje opeten? Maar, wel. Dat had makkelijk delen geweest. Maar nee, hij moet met 4 mensen gedeeld worden. En ja, hoe pak je dat nou aan? Nou, ik ga je dat laten zien. En ik ga je eerst het sommetje opschrijven wat erbij hoort. Een halve taart, dat weten we hopelijk allemaal, dat is 1 tweede. Dat weten we. Een helft is 1 tweede. Die halve taart die moet verdeeld worden met 4 mensen. Ja, een broertje, een zusje moet ook allemaal hebben. Dus ja, dat zijn 4. Nou, dan voel je het ook wel aan, als hier een 4 had gestaan, had het natuurlijk makkelijk delen geweest. Maar die staat er niet. Dan zou je zeggen 1 gedeeld door 4 is 1 vierde, krijg je 1 vierde tweede. In principe is dat zo, alleen dat mag je zo niet opschrijven. Je mag nooit een breuk boven een breuk schrijven. Wat ga je dan doen? Dan gaan we dit getal anders schrijven, zodat je het makkelijk door 4 kunt delen. En wat ik in de klas heel vaak zei, en ik zeg het nou gewoon weer, 2021 of niet, hè, Dordt en Dordrecht, dat is hetzelfde. Je schrijft het anders, maar het is hetzelfde. Den Bosch, Zetten van Bosch, Den Haag, Schravenhagen. Nou, zo kan je nog een pasje doorgaan, misschien weet je er ook nog wel eentje. Ik ga die 1 tweede dus anders schrijven. Stel je nou voor dat ik 1 tweede schrijf als 2 vierde. Dat is evenveel. Maar het is anders geschreven. Alleen, daar schiet ik nog steeds niet meer op. Want dan heb ik hier een 2 en ik kan het nog steeds niet delen door 4. Maar ik kan 1 tweede wel schrijven als 4 achtste. Ik schrijf de som even opnieuw op hier. Zo. 1 tweede verandert dus in 4 achtste. Hoe doet dat dan? Nou, ik doe die 1 keer 4. En ik doe die 2, doe ik die 4, krijg ik 4 achtste. En 1 tweede. En 4 achtste, hopelijk zie je dat, dat is dus hetzelfde. En waarom is dat hetzelfde? Voor de kinderen die het heel moeilijk vinden, teken ik het hier eventjes. Zo, dit is 1 tweede, dat begrijpen jullie allemaal. Nou, let op, dat is een halve taart is dat dus, 1 tweede. Ik kleur het even in. Stel jullie voor dat ik er achtste van ga maken. Even een ander kleurtje, dat je het goed kan zien. Zo zijn het vierde. Dus dan zie je dat 2 vierde is dus evenveel als 1 tweede, blijft de helft. En als ik er achtste van maak. Zo, ik heb nu 8 punten en 4 van die puntjes blijft ook een halve taart. Daarin kan je dus zien dat 1 tweede en 4 achtste is hetzelfde, alleen anders geschreven. Maar het grote voordeel is dat ik natuurlijk 4 achtste natuurlijk wel makkelijk kan delen door 4. Het is een beetje een rommeltje nu. Ik zet het even zo, opnieuw op zo. 4 achtste gedeeld door 4. 4 gedeeld door 4 is 1, en hier zie je het ook, dat is dus 1 achtste. Het antwoord hier is dus 1 achtste. Oké, dat is som C. Ik ga voor jullie nu ook nog som D voordoen. Het gaat op dezelfde manier, alleen andere getallen. Nou, het is inderdaad maar goed dat ik er 3 filmpjes van maak, hè? Want het is wel een hele langdurige geschiedenis.
Maar, we gaan gewoon door. Het is trouwens wel een gek gezicht hoor. Al die lege tafels en al die stoelen, wat ik nou zie. Maar goed, vooruit. Ik kijk maar gewoon naar jullie mooie tekeningen. Cola. Nou, het is niet zo gezond, maar het kan wel zo aardig zijn, hè? Er is nog 2/3 liter cola over. En dat moet verdeeld worden met z'n vijven. En de vraag is nu, wat krijgen we dan allemaal? Nou, de som die je dan dus kan maken, is 2/3 gedeeld door 5. 2/3 verdeel je met z'n 5. Het grote probleem is natuurlijk dat deze 2 kan je niet delen door 5. Dat komt niet uit. Dus we gaan die 2/3 gaan we anders schrijven. En moet ook evenveel blijven, maar met andere getallen, hè, door de rechter enzovoort. Zodat je het wel door 5 kan delen. Nou, de vraag is, wat kan je ervoor maken? Nou, verdubbelen is populair. Hè? Dus dan zeg je, nou, 2/3 maak ik 4/6 van. Alleen, daar schiet je het niet meer op. Want als ik hier 4 heb, kan ik nog steeds niet delen door 5. Schiet niet op dus. Oké, keer 3 dan. 3×2 is 6, 3×3 is 9, krijg ik 6/9. Ja, schiet ik ook niet meer op. Kan ik niet delen door 5. Door 4 dan. 4×2 is 8. Nee, schiet niet op. Keer 5. Yes! Want als ik deze 2/3 keer 5 doe, 5×2 is 10. En die 3 doe ik ook keer 5. Dus 2/3 verandert in 10/15. Dat is precies evenveel. Als dat in een breuk zou tekenen, net zoals bij het vorige sommetje, is dat precies evenveel. Het is anders geschreven. Ik doe die 2, doe ik keer 5. Ik doe die 3 keer 5. 2/3 verandert in 10/15. Nou ja, en 10/15, dat kan ik dan weer wel makkelijk delen door 5, want 10 gedeeld door 5 is natuurlijk 2. En het antwoord is dan 2/15. Nou, we presteren toch wel aardig wat zo, hè? Zo eenvoudig is dat niet. Eens even kijken hoor, dan gaat som E, dat gaat hetzelfde. Dus die ga ik dan nu niet voordoen, die moet je dan zelf proberen. En dan ga ik nog even naar som F. Want som F gaat dus weer anders. He, dus je zou kunnen zeggen, som A en B zijn familie, som C, D en E, en som F en G ook. En dan som H, bij som 3 wordt alles samengevat, maar daar doe ik zo iets voor. Ik ga nu dus, als laatste van de uitleg van som 2, ga ik dus naar som F. Laten we even de rommel opruimen. Zo, alles weg. Zie je dat. Groter. Okay. Som F. Er wordt gevraagd hoeveel liter samen. Je ziet dus van deze kannetjes, hè, van 1 liter, 1000 milliliter is 1 liter, dus dat is evenveel. En de vraag is nu, hoe vol zijn deze kannetjes? Nou, als je goed kijkt, dan zie je een streep zie je staan. En dan zie je, die kan die is in derde gedeeld. Hè, 3 stukjes die gedeeld. En het water, of het staat bij de 2, dus er zit in zo'n kannetje, zit dus 2/3. Zit er in één kan. En nou ja, dat scheelt niet veel met wat ik hier heb. Het is hier, ik zit hier net op dit part, maar heel veel scheelt dat niet. 2/3 moet er ietsje, ja, help eens, moet er een beetje bij, een beetje af. 3/4, 2/3. 1000 gedeelde 3. Is 333 afgerond, keer 2, 666, dus nu is het 750, dus moet een klein beetje moet eruit, zo, een beetje in die grote kan, even kijken, ja. Zo, nu zit ik heel aardig ongeveer, zit ik nu, zoals ik op bord zit, zit ik op 2/3 wat er in die kat zit. Oké, je ziet, ik heb 4 kannen staan. En ik moet dan dus keer 4. Dus mijn som wordt 2/3 keer 4. Als je het makkelijker vindt, kan je natuurlijk ook de som omdraaien en zeggen, ik doe 4×2/3. Vind de kinderen vaak iets makkelijker. Dat is ook allebei, hè? 2×4 is 8, 4×2 is ook 8. Dus voor degene die het moeilijk vinden, is denk ik ietsje makkelijker om onderste te doen. 4×2/3. Nou, 4×2 is 8. Dus als tussenantwoord heb ik dan dus 8/3. He, dus 8 van zulke heb niet lager erin zitten. 8/3. Nou, dit hebben we al vaker gehad hoor. Het is een beetje herhaling. Hoe vaak past 3 nou in die 8? Nou, 2×3 is 6. Je moet 8 hebben.
moeten nog 2 bij. Het gaat over 30. Dit antwoord is dus 2, 2, 30. 2, 2, 30. Oké? Ga ik naar som G. Gaan we even een beetje snel te doen. Daar zien we 3 kammen weer staan waar een liter in past als ze voor zijn. Even kijken, hij is in 1, 2, 3, 4, 5 streepjes gedeeld. Hij is tot 4 is gevuld. In 1 kan zit dus 4 van de 5, 4 vijfde. Je hebt 3 kannen, dus ik doe 3 keer 4, 5. 3 keer 4 is 12. Het gaat over vijfde, dus het tussenantwoord is 12 vijfde. Niet natuurlijk deze keer 5 gaan doen, 3 keer 5, 15 gaan doen. Want de kannen zijn in 5 stukken verdeeld per kan. En niet in 15 natuurlijk. Dus het tussenantwoord is 12 vijfde. In principe is dat goed, 12 vijfde, maar niet zo mooi geschreven. Dan ga je kijken hoe vaak past 5 in 12. Dat is 2 keer. 2 keer 5 is 10. Daar is nog 2 over. Het gaat over vijfde. Het antwoord is dus 2, 2, 5. Nou, dat was heel wat. Ik hoop dat dit eigenlijk het langste filmpje is van de hele lockdownperiode. De meeste lessen gaan wel iets sneller. Oké, dit filmpje ronden we af. En ik maak nog even een kort filmpje, maar dat kan wat sneller over som 3.